Morgen is er het Junior Eurovisie Songfestival en geloof het of niet, maar wij maken een kans met Laura. Ja, naar het schijnt behoort ze tot de kanshebbers en ze staat zelfs in verscheidene polls op de eerste plaats. Het moet zijn dat het jodelen aanslaat, niet alleen hier, maar ook in Oekraïne. Dus vergeet morgen zeker niet te supporteren voor Laura. Op vrijdag supporteren wij natuurlijk ook altijd voor Peter Live. Jodelen zal hij net niet doen, gelukkig maar. Maar hij vliegt er wel opnieuw stevig in. Martini Brut. Live te gast op Peter Live. En dan nu Jim en zijn vrienden live. Echte momenten, echte zwan. Ik heb hier precies nog iets. Zou ik dat teruggeven? Ja, nee, dacht het ook niet. Alsjeblieft. Maar goed, goedenavond, lieve mensen. En welkom in een nieuwe Peter Live. Fijn dat u weer kijkt daar. En, mijn god, zeg. Hier en daar nog zo een vies baardhaartje kan gebeuren. Zeg, dames en heren, ik vind het een fantastische week geweest. Eindelijk heeft België een president. Mooie zaak is dat. En de Rode Duivels hebben nog eens gewonnen. Dus voor Dick Advocaat en Herman van Rompuy, een dik applaus. APPLAUS